Hoppa! Goedenavond, nogmaals. Mijn naam is Ferdinand Fransen. Ik ben bij de gemeente Nissewaard, hoofd van de afdeling communicatie. En ik ga proberen om deze avond een beetje in de goede banen te leiden. We hebben een redelijk vol programma. Zo dadelijk spreekt onze burgemeester Mirjam Salet haar nieuwjaarsrede uit. Daarna wordt u geacht allemaal te toosten op het nieuwe jaar. De glaasjes zijn daarvoor uitgereikt. Heeft u nog heel erg veel dorst, dan mag een slokje, mag wel even tussendoor. En daarna hebben we de uitreiking van de jeugd- en jongerenlintjes. En tot besluit van het officiële gedeelte is de man die spijkenissen populair maakte het afgelopen half jaar, Mike Ott, een van de deelnemers aan de Voice of Holland. Die komt hier zijn kunsten vertonen en komt een aantal liedjes voor u zingen. Maar eerst vraag ik uw aandacht en ook uw applaus voor burgemeester Salet van Nissewaard. Dames en heren, ik doe even een test. Is het achterin ook te verstaan? Ja? Oké, nou dan ga ik in goed vertrouwen beginnen. Dames en heren, jongens en meisjes. Een nieuwjaarstoespraak die leent zich bij uitstek voor het schetsen van nieuwe plannen en van wenkende perspectieven. En voor Nissewaard zou dat bijvoorbeeld de nieuwbouw aan de haven kunnen zijn. Met een schitterende wijk tussen de Oude Maas en het stadscentrum maken we het nog aantrekkelijker om hier te wonen. En eind deze maand gaat de eerste fase in de verkoop. En als alles volgens plan verloopt, start later in het jaar de bouw. Ik zou het al kunnen hebben over onze lobby voor de A4 Zuid. Die heeft er sinds kort een nieuwe medestander bij. En niet tenminste onze buren op de Hoek Zwaard. En daarmee komt de aanleg van die weg weer een stapje dichterbij. Daar ben ik van overtuigd. En ik zou u daarnaast ook kunnen vertellen over de plannen om in de komende jaren extra te investeren in de leefbaarheid van onze wijken en kernen. En wat dacht u van de daling van het aantal inbraken en overvallen? Nissewaard is veiliger aan het worden. De cijfers tonen het aan. En ook het verloop van de afgelopen oud- en nieuwviering, waarin we weer minder incidenten en weer minder vernielingen hebben gehad dan de jaren daarvoor, zijn een goed signaal dat het wat dat betreft echt de goede kant uit gaat. Het wordt een spannend jaar, 2017. Ook politiek gezien, met de verkiezingen in ons eigen land en ook in andere landen in Europa. En het wordt een jaar dat we economisch gesproken met vertrouwen tegemoet mogen zien. We zitten weer in de lift. En toch ga ik het er allemaal niet over hebben vanavond. Want dan wordt het ook weer een toespraak vol feitelijkheden. En u weet het, feiten zijn tegenwoordig maar meningen. Dames en heren, ik zeg dat met een beetje cynisme. Maar we hebben het afgelopen jaar iets te vaak gehoord. Dat feiten maar meningen zijn. Het is een uiting van een diep wantrouwen dat onze samenleving verdeelt. Een wantrouwen richting instituties als wetenschap en media, maar ook, en daar ben ik van, richting het openbaar bestuur. En daar wil ik het met u over hebben. Over het gebrek aan vertrouwen in bestuur en politiek, zowel landelijk als lokaal. Dat heeft vele oorzaken. Ik wil er een paar noemen. In de eerste plaats is er veel onbehagen over de snelle veranderingen waarmee we al jaren te maken hebben. Veranderingen zoals open grenzen, steeds meer Europese samenwerking, een verdergaande invloed van de markt. Dat heeft ons land veel welvaart gebracht. Maar waar opeenvolgende regeringen met de beste bedoelingen op die weg door wilden,
ging ik het steeds meer lezen vanaf een zeker moment, te snel en te ver. In de Volkskrant schreef een opiniemaker het onlangs zo: de politiek stuurt ons naar het grote, het bevlogene, en daarmee bedoelde hij een kosmopolitisch en verenigd Europa, met wereldburgers met dezelfde waarden. Maar, zo vervolgde hij, veel mensen snakken juist naar het kleine, het overzichtelijke. En die mensen voelen zich vaak niet serieus genomen, een bron van veel wantrouwen. En een andere oorzaak is dat steeds meer politici, bewust of niet, zich laten leiden door wat ze denken dat mensen vinden. Terwijl er juist behoefte is aan mensen die zelf ergens voor staan. Peilingen lijken soms belangrijker dan principes. Maar mensen zijn niet gek. Die prikken daar doorheen. En onlangs was ik in Trouw nog een mogelijke oorzaak voor de vertrouwenscrisis. Het onbegrip over hoe ons democratische systeem werkt. Door er steeds op te hameren naar de gewone man te luisteren, wekken politici vaak de indruk dat zij de mening van die gewone man of die gewone vrouw rechtstreeks in maatregelen kunnen omzetten. En dat schept verwachtingen die ze vervolgens niet waar kunnen maken. Want het werkt nu eenmaal niet zo. De gewone man of vrouw bestaat niet. En bovendien moeten in de Nederlandse politiek altijd samenwerken met mensen die er anders over denken. En daarmee moet je geven en nemen. Soms haal je iets binnen, soms verlies je het. Dat klinkt niet spectaculair, en dat is het ook niet. Maar het is wel de realiteit. En er valt nog wel meer over te zeggen, maar laat ik maar stoppen met analyseren. De vraag is, kunnen wij iets doen dat helpt? En ik denk dat de oplossing voor een deel ook wel om de hoek ligt. Vertrouwen moet je verdienen. Juist in de politiek, maar niet alleen daar. Je moet het waard zijn, door betrouwbaar te zijn. Door te staan voor je principes, voor je idealen. Door goed te luisteren, maar niet om mensen naar de mond te praten. Zeg het als iets niet kan of niet helemaal kan. Of als je het er niet mee eens bent. En leg uit hoe onze besluitvorming werkt. En dat systeem is zo gek nog niet. En wat ook wel zou kunnen helpen, is een verbetering van de omgangsvormen. Niet alleen in de politiek, maar ook in de samenleving. In het echte leven en op de social media. De grootste schreeuwers hebben niet per definitie het grootste gelijk. Een beetje meer wellevendheid dus. Ik zou dan ook iedereen willen oproepen. Relativeer eens een beetje meer. Wees redelijk. Accepteer dat niet zomaar als bij toverslag alles kan veranderen. En om de kersttoespraak van de koning nog even aan te halen, graaf je niet in je eigen gelijk. Probeer begrip te hebben voor degene die er anders over denkt. Heb een beetje geduld, vergeef en reik elkaar wat meer de hand. Het kleine, het overzichtelijke, wat ons vertrouwen en veiligheid biedt, daar kunnen we zelf ook aan bijdragen. En dat laatste doen, ieder op zijn eigen manier, duizenden vrijwilligers in onze gemeente, vaak vele uren per week. Bij de sportclub, in de opvang van vluchtelingen, op school, als mantelzorger, bij de voedselbank, voor het welzijn van dieren, ga zo maar door. En met de uitreiking van onze jaarlijkse jeugd- en jongerenlintjes mag ik straks weer een aantal van de jonge kanjers in het zonnetje zetten. Maar ik wil van deze gelegenheid ook gebruik maken om speciaal een aantal mensen te noemen die al jarenlang heel belangrijk werk doen in onze gemeente, de buurtbemiddelaars. Zij helpen mensen met uit de hand lopende ruzies tot elkaar te komen. Ze voorkomen dat conflicten uit de hand lopen en ze helpen mensen een manier te vinden om weer goed met elkaar om te kunnen gaan. Vrijwillig. En dat is heel belangrijk werk wat vaak in stilte gebeurt. En zo kom ik terug bij mijn oproep van zojuist, brengt een stukje wellevendheid en geluk in onze samenleving terug. Dames en heren, ik wens u allemaal, voor uzelf en voor degene waarvan u houdt, een heel goed 2017. Ja, voor een dagje ouder en dan krijg je dat. En ik hoop dat het een jaar is dat u geluk, gezondheid en liefde mag brengen. En daar wil ik graag met u samen
het volle of het lege of het halfvolle glas opheft. Ik wens u allemaal heel veel geluk op 2017. Dank u wel, mevrouw Salet, voor toch deze bevlogen speech. Ja, dames en heren, hier de jongelui, de mensen op de voorste tafels, aan de voorste tafels. Ja, nou breekt toch voor u ook allemaal een spannend moment aan. Want we gaan over tot de uitreiking van de jeugd- en jongerenlintjes. We hebben er 5, als ik goed geteld heb, dat klopt. De burgemeester knikt, dus die bevestigt dat. En ik geef daarvoor ook wel weer graag het woord terug aan burgemeester Salet voor de uitreiking van de jeugd- en jongerenlintjes. Mevrouw Salet. Dames en heren, we hebben jeugdlintjes. Die zijn voor kinderen van 6 tot en met 12. Voor kinderen die helpen aan zieken, aan familieleden, die in actie hebben een goed doel opzetten, die meehelpen bij een sportvereniging of op school. En we hebben jongerenlintjes. En die zijn bedoeld voor jongeren van 13 tot en met 20. En dat gaat vaak over jongeren die een project of een activiteit hebben georganiseerd op school of in de buurt. Of die in een maatschappelijke organisatie iets doen. Of die gewoon een heel bijzondere sportieve prestatie hebben verricht. En er waren dit jaar 5 lintjes uit te reiken. Er waren 9 jeugd- en jongeren waren genomineerd. En ik wil ook nog even de jury bedanken, want die maakt er altijd veel werk van om het op een goede en degelijke manier te beoordelen. Juryleden, bedankt. En ik zal vast degene waarschuwen die zometeen een jongerenlintje krijgen. Want we vragen ook altijd iemand in de jury die een jongerenlintje gehad heeft. Dus je hebt een lintje, maar mogelijk ben je dan ook wel de zaak voor de jury volgend jaar. Ik ga het niet langer spannend houden. Ik ga eerst vertellen wie het jeugdlintje heeft gekregen. En waarom dat eigenlijk zo is. Want het jeugdlintje, dat gaat naar iemand die auditie heeft gedaan voor The Lion King van Joop van der Ende en Albert Verlinde. En ze is aangenomen en ze speelt momenteel ook een rol in de musical, de kleine Nala. En daar heeft ze verschrikkelijk hard van moeten werken en repeteren. En daar heb je heel veel discipline voor nodig. En nou, de jury vond dat zij een jeugdlintje verdiende en dat is Jolie de Jong. Jolie, kom hier, want dan kunnen we hem opsporen. Ja, dan mag u best even wat klapje aan ons doen. En ja, je bent een theatertijger, dus jij kan jezelf even vertellen hoe het allemaal gaat. Ja, het is best hard werken, maar ja, daar leer je ook wel weer veel van. Ja, het is heel leuk om te doen en ja, blijft ook leuk. Dus ja, oh, en ik wil ook nog even Kimberly bedanken dat ze me heeft opgegeven. We gaan door met jongerenlintjes. Want het jongerenlintje wat ik nu uit ga reiken, dat is voor iemand die een sportieve kampioen is. Iemand die bij verschillende bonden al een wereldkampioen is geweest. Die gaat het zo meteen allemaal aan jullie vertellen. Iemand die vanaf zijn 6e al kickbokst, daar heel veel voor over heeft en heel veel voor doet. En dat is Guillaume Piat.
carrière qua kickboksen is, ja, ik heb bij verschillende bonden heb ik kampioen geworden, verschillende gewichtsklassen, verschillende leeftijden. En ja, dat is een beetje wat het is. En hoe het gaat, ja, gaat ook wel lekker. Dus, ik hoop dat ze door kan blijven gaan. Het volgende jongerenlintje is een, dat zijn er eigenlijk twee. Dat gaat over twee jongens die voor voetbalvereniging Hekelingen heel erg veel dingen doen. Ze zijn vrijwillig scheidsrechter en u weet dat is tegenwoordig niet niks. Ze fluiten ook wel eens een wedstrijd, ook bij Spijkenissen als ze ervoor gevraagd worden. En ze coördineren het hele jaar van alles en nog wat. En die twee jongens die zou ik graag naar voren willen vragen, dat zijn Kevin Reinhardt en Martin Strijd. En het laatste jongerenlintje, dat gaat naar een dame, mag ik toch wel zeggen. Kijk, daar heb ik hem. Die al 5 jaar lang van alles en nog wat doet voor haar oma. Boodschappen met haar doet, dingen schoonmaakt, van alles en nog wat. Die eigenlijk 5 jaar lang voor haar oma mantelzorgt. En 5 jaar, dat is niet niks. En daarom vind ik het ook heel mooi om Elisa Molenaar een lintje uit te mogen reiken. Elisa, kom je naar voren. Vijf jaar geleden ben ik begonnen met mijn oma te helpen toen ze een herseninfarct heeft gehad. En op dat moment dacht ik echt van, we gaan haar kwijtraken. Dus ik had toen al een hele speciale band met haar, maar sindsdien is ze nog specialer geworden. En ja, ik hou gewoon heel veel van haar en daarom doe ik dit. Dus ja. Voordat ze van het podium afgaan en we het aan onze zanger geven, maak ik de fotograaf nog een half minuutje op foto. Dank u wel. De man die in heel Nederland bekend werd onder zijn naam Mike Ott. En hij deed mee aan de Voice of Holland en heeft daar een prachtige prestatie neergezet. Speciaal voor u is hij vanavond hier naartoe gekomen om een aantal liedjes te zingen. Mag ik een daverend applaus voor Mike Ott? Allemachtig wat een aankondiging. Ik ga het zo geven, dat het ineens belangrijk is. Afgelopen jaar, het was me nogal wat. En ik ga wat muziek voor u maken. Ik hoop dat u het fijn vindt, dat u het mooi vindt. En dat u een heel fijn 2017 heeft. Ja.
Girl, I'm in love with you. This ain't a honeymoon. Past the infatuation phase. Right in the thick of love. Times we get sick of love. Seems like we argue every day. I know I misbehaved and you've made your mistakes. But we both still got room left to grow. And though love sometimes hurts, I still put you first. We'll make this thing work, but I think we should take it slow. We're just ordinary people. We don't know which way to go. Because we're ordinary people. Maybe we should take it slow. It gets more confusing every day. Oh, sometimes it's evident that we head back to hell again. We kiss and we make up all the way. I hang up, you go. We rise and we fall. And we feel like just walking away. It's our true love. Take a chance, though it's not a thing. Maybe we should take it slow.